Dag reviewvrienden. Ja, even naar het kappertje geweest. Ziet er weer netjes uit. Mooi, mooi. Hey, ik wil jullie trouwens even bedanken voor degenen die mij steunen via janroos.backme.org. Link staat hier beneden als je het nog niet doet. Ja, een paar eurotjes per maand natuurlijk, kan ik die rotzooi maken. Is toch leuk? Eens even kijken wat onder de doosje zit. Want wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Nou, dat zal me weer eens verbazen. Ach, kijk, een klein doosje. Jello. Wat is Jello? Het is een Amerikaans toetje. Drillpudding. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Raspberry from Boosje. Hoe maken we dat? Er zit poeder in. Oh, 3/4 cup gekookt water. En dan ijs bij 1/2 cup koud water. En dan moet ik dan 1 1/4 cup van maken. En dan roeren. En dan weer laten indikken. En dan in de koelkast 1/2 uur. Pff, wat een gedoe zeg, hé. En hoeveel is een cup? Ja, dat weet ik wel. Cup A, stel je ze wel voor. En bij cup C zitten je handjes vol. Maar ik heb het over die andere cup. Dat moet ik even opzoeken. Goed, 1 cup. Dus een Amerikaanse cup is 250 milliliter. Dus, dat betekent dus, om die bende te maken, moet ik nu 3/4 cup gekookt water. Nou, het komt goed. 1, 2, 3, een garde, maatbeker, een kom, een kommetje met ijswater. 3/4 cup is 185 milliliter. Hier hebben we dus dat zakkie. Hieruit dat bakkie. Hier, van Jelly-O. Oh ja, nou, dat ziet er lekker uit. Roze suiker en gelatine. Pff, stinkt dat zeg. Moeten we mixen met dus die 3/4 cup kokend water. Zo. Even kijken hoor. Water. Het is nu een rood vloeistof. Dat stinkt naar chemische frambozen. Dat moet helemaal. Dus helemaal oplossen. Hoppatee. Ik krijg bijna een lamme vlerk, joh. Kijk. Dit is nu een rood sappie geworden. En dan moet ik er ijswater bij mieteren. 1 1/4 cup ijswater. 1 1/4 cup. Is dus 250 milliliter. En dan ook 1/4. Zeg 60. Is het zo'n beetje 62,5. Dus 312 milliliter ijswater. Ja, maar lange na. Ik ga even het ijs crushen, want anders duurt het allemaal een uur. En dan gooien we dit er wel bij, want anders zit ik hier morgenochtend nog. Daar heb ik niet zoveel zin in. Hoppatee. Het is toch ongelooflijk. Ik heb nog niet genoeg. Ja, ik heb nog niet genoeg. Jo, weet je, ik vind het wel goed. Hoppatee. Zo. Zo. Even die ijskontjes ook helemaal oplossen. Goed. Nou. 1,5 uur in de koelkast. Nou ja, het heeft nu 1,5 uur in de koelkast gestaan, dus het is klaar als het goed is. Goh, wat een gedoe zeg voor een puddingkie. Nou, dan hebben we natuurlijk een bord nodig. En een lepel.
En een pudding. Nou, ik sta gewoon hier. Jello raspberry pudding op het bordje. 3, 2, 1. God voor u. Nou, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar in ieder geval, we hebben drillpudding. De vraag is natuurlijk, hoe smaakt het? Het is lang geleden dat ik iets bij de Rootsies heb gemaakt dat ook daadwerkelijk is gelukt. Een jelly pudding. Even proeven, hè. Het is gewoon lekker. Het is niet dat je hier nou een kilo van wil eten, hè. Maar het is wel lekker. Het is lekker fluffy. Het smaakt lekker naar chemische framboosjes. Het is gewoon lekker. Ik kan iedereen Jell-O drillpudding aanraden. Zelfs nu ik het resultaat op mijn bordje heb, vond ik die 2,5 uur gekloot om dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Perfect. Helemaal niet lang duren. Want het eindresultaat is fantastisch. De Jell-O. Amerikaanse. Drillpudding. Zelf te maken. Krijgt mij een 9. Ja. Echt waar. Het is heerlijk. En dan maakt ze een lekker geluid. Oké, dat was niet zo lekker.